De eerste verdachten van mogelijke betrokkenheid bij de rellen van 17 februari 2023 verschijnen op 29 en 30 maart voor de rechter. Het gaat tot nu toe om 112 personen die verdacht worden van grove en gewelddadige plunderingen, diefstal, vernielingen en opruiing. Opruiing of het oproepen tot geweld, diefstal, vernieling, plunderen van andermans eigendommen zijn strafbare feiten. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat bij de constatering van deze gedragingen onvermijdelijk zal worden overgegaan tot het aanhouden en vervolgen van deze overtreders. De Suriname Chinese Business Alliance heeft haar leden geadviseerd om conform de vergunningsvoorwaarden hun bedrijven op 24 maart open te stellen. De organisatie adviseert haar leden ook de nodige voorzichtigheid en alertheid in acht te nemen. De SCBA rekent erop dat het protest vredig zal verlopen. Ook vertrouwt zij erop dat de overheid voor de veiligheid zal zorgen. Ook roept de Chinese organisatie elke Surinamer op om in nationaal belang te handelen.